Ron, van harte gefeliciteerd. Waren jullie vandaag zo goed of was Astana zo slecht? Nou, ik vond ons vooral ook heel goed. En ik denk dat niet dat zij de beste wedstrijd hebben gespeeld. En dat wij dat zij normaal gesproken meer tegenstand kunnen bieden dan dat zij vanavond hebben gedaan. Die Teun Koopmeiners, die kan je klompen aandoen en blinddoek om zijn hoofd. En die penalties die schiet hij er wel in, hè? Ja, bizar. Dat is de 10e geloof ik al. Dat is echt ongekend. En daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn. En hij schiet ze fantastisch binnen. Dus dat is gewoon een zekerheidje. Ik hoor je net vanaf de balustrade een vrouw aardig leuke woorden naar je roepen. Ja, die omhalen, die doen wat met de fans, hè? Nou ja, ik kan het eigenlijk bijna geen omhaal noemen. Een poging tot? Ja, een poging tot. De bal viel net achter me, dus achteraf had je het misschien anders moeten doen. En Meijlen stond ook nog achter me. Ik vroeg nog na de wedstrijd of die hem zo binnen had kunnen koppen. Want hij schreeuwde mijn naam en ik dacht van shit, dat had hij beter kunnen doen. Maar dat was ook niet zo. En ja, nou ja, uiteindelijk ziet het er een beetje... Beetje leuk uit, denk ik. Ja, nee, zeker. Was vermakelijk. Jullie draaien vandaag bij Vlagen weer heel erg goed. En dan heb je onder andere die Boadou en die Stengs die geweldig kunnen voetballen. Heb jij het idee dat zij al tegen het niveau van het Nederlands elftal aan zitten? Je hebt natuurlijk zelf ook jaren meegedraaid. Hoe ver zitten ze daar ervan af? Ik denk dat als zij op hun toppen spelen, zeg maar, op dit moment, dan zullen zij ongetwijfeld dat niveau kunnen hebben, denk ik. Alleen het gaat uiteindelijk ook om dat je dat elke wedstrijd laat zien. En dat ze dat hier kunnen doen, dat is al een heel mooi compliment ook voor ons hele team, zeg maar, dat we op zo'n hoog niveau spelen. Alleen ik denk dat het nog niet zo ver is dat je dat, onder 3 dagen ziet. En dat is de volgende stap die de jongens kunnen en uiteindelijk ook moeten maken, denk ik. Ondertussen gaat bij Feyenoord, je oude club, een stuk minder goed. Hoe kijk je tegen de situatie daaraan? Ja, ik vind het vervelend. Alleen, ik kan er weinig mee. Ik speel daar nu niet meer. En natuurlijk, die club ligt me aan mijn hart. En uiteindelijk zullen zij zelf het moeten zien te rooien. En heb ik daar eigenlijk helemaal geen invloed op. En is het jammer, want het is een hele grote club en een hele mooie club. Maar ja, ik kan er verder weinig over zeggen eigenlijk. Ja, dat is waar. Zondag de klassieker, die heb je natuurlijk wel gespeeld in het Feyenoord shirt. Ja, hoe was dat? Ja, dat is altijd heel speciaal. Omdat dat zijn gewoon ook de wedstrijden waar het om gaat. Zeker voor de supporters. Dus ook dat wordt een boeiende wedstrijd, denk ik, zondag. Alleen ja, ik ben bezig met PSV AZ. En uiteindelijk zien wij wel wat er op die andere velden gebeurt. Succes zondag. Dankjewel.